Was aside van de Alliance Mineriek, welkom bij de aflevering. Als SpongeBob SquarePants de Cosmic Shake de vorige aflevering hebben wij de krokante krab teruggebracht naar zijn rechtmatige plek. En nu gaan we met Cassandra praten, waarbij ik denk dat we een heel eind zijn. Zeker tegen het einde van de game zitten. SpongeBob SquarePants! This time you took things too far. Oh, zo. Well, well, well. His Royal Highness finally decided to show up. This snail oil saleswoman broke into my royal bath time chamber and stole my bubble soap. She never posed any real danger until your can-do attitude enabled her. Do you have any idea how much power she'll wield once she has enough jelly? Oh. Oké. Okay. Dit was totaal niet te verwachten. SpongeBob, I have tolerated your annoying little slip-ups for years now, but I have had it. Because of you, I have been kidnapped, I had to relearn to speak, and my toilet is clogged with jelly. Enough is enough. You know what? It's not that bad. I'll just get the plunger. You're going nowhere, my delicious little rage muffin. You have the perfect attitude to be my new pet. Oh. Oh. Oh, grote Octo. Grote Octo. Plek de Octo. Oké, okay, wat moet ik doen? Ook die armpjes, jongen, what the fuck? Oh. Oké. Okay. Er wordt hier geslagen, er wordt hier genakt, er wordt hier... Andere woorden, die betekenen dat er gevochten wordt. Of mensen doodgaan. Ja, even wachten. Zodat we weer een leaf blower krijgen. Hier vangen. Wat? Episch deuntje. Iets te episch voor een SpongeBob game. Dit is wel een redelijk makkelijke boss battle weer. Oh, ze gaan wel sneller nu. Oh, het gaat heel veel sneller nu, ja. Ik moet wel zeggen, makkelijke boss battle. Tot nu toe ben ik nog niet ghetto. Dus. Dat scheelt. Vangen. Local hero, wat gaat het doen? Oh. Tentacle Dodger. Oh, waarschijnlijk dat ik de boss fight heb geklapt zonder een damage te nemen. Heb ik een oude gebied? Oh, Squidward, I'm so glad you're back to normal. What happened? And why does my mouth taste like jelly? To hand it to you, SpongeBob. Your quirky approach did what the Royal Guard failed to do. You apprehended Madame Cassandra. Of course, you also empowered her to nearly destroy us all.
But that's jelly under the bridge now. Mooi. As a reward for your outstanding bravery, I shall grant you one final wish, so make it count. After today, there's only one thing I can wish for, and that is... That was fun! I wish we could do it all over again! Patrick, you go! Nee! De tering. Waarom doe je dat nou? Oh, shit. Winner takes all. Ik weet niet of het copyright het is, maar dat is een beetje tinkerd. Maar we gaan gewoon door met praten, want anders wil ik een copyright. Anyway, mensen. Dat was... De game, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. We'll never look back. Oh, fantastisch. Ja, nu komt er zoals gewoon natuurlijk mijn verdict voor wat ik vond van de game. En ik moet heel eerlijk zeggen, jongens. Dit is denk ik een van de meest verrassende games die ik heb gespeeld op mijn kanaal. Ik had namelijk niet verwacht dat deze game zo goed zou zijn als dat hij daadwerkelijk was. Het klopt misschien wel een beetje als overhype, maar dat is gewoon niet terecht. Ik bedoel, deze game heeft referenties naar SpongeBob. Als je SpongeBob vroeger hebt gekeken, dan snap je die. Of misschien het grootste gedeelte van die wel. Dat is al leuk. Daarnaast is de gameplay heel erg nice. Al is de game soms wat simpel, maar volgens mij kan je dat ook nog aanpassen. Anyway, hij heeft goede... Qua mechanics zit hij echt best wel goed in elkaar. De visuals zijn ook allemaal goed. De dialoog is goed. Het verhaal is dan misschien wat blijft wat achter. Maar dat kan je niet anders verwachten van een game. Die gefocust is op zeg maar combat en zo. Vaak is het of combat of story. En in dit geval is meer combat gerelateerd. Maar voor de rest, ja. Het is echt een goede game. En als je kinderen hebt, dan denk ik dat die er hier heel veel plezier mee gaan kunnen beleven. Als je zelf houdt van een iets uitdagendere game. Dan zou ik deze niet per se aanbevelen. Al is het nog steeds wel gewoon... Een hele goede game los daarvan. Deze game is voornamelijk voor de echte SpongeBob fans. Of de mensen die houden van een speedrun game. Want ik denk dat deze game echt wel goed speedrunnen is. Dat is natuurlijk wel het idee waarmee ik deze game ook ben gaan spelen. Van ja, de originele was in de speedrun community heel goed. Hoe zou deze spelen? Hij speelt echt lekker. Het is een goed, ja, zoals ik al zei, qua mechanics zit hij gewoon goed in elkaar. Dus, ja, echt een... Prima spelletje. Echt, ik ben nogmaals zeer onder de indruk. En zeer verrast dat dit een goede game is geworden. Ik kan erover blijven praten. Ook trouwens, de muziek is goed. De voice actors zijn prima. Het zijn niet de originele voice actors, maar ja, dat kan ik niet verwachten. Dus, ja. 100% aanraden. Met dat gezegd te hebben, mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze serie. Like, abonneer, reageer en deel het met je vrienden. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe serie op mijn kanaal. See ya!